Je hebt de nieuwe Ballstad, model 2019. Je hebt gebarbecued, je zet alles dicht, maar het vuur gaat niet uit. Daar is een oplossing voor en die laat ik je vandaag zien. Ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue en vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ook jij beter kunt barbecuen. Wil je meer barbecue filmpjes zien? Abonneer je dan zeker op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan krijg je ook nog een melding als er een nieuw filmpje online staat. Nieuwe Ballstad model 2019 komt met allerlei vernieuwingen, dingen waar ik heel erg blij van word. Zoals de Kick Ash Basket, waardoor je heel makkelijk as van je coaches af kan schudden. Een plate setter in tweeën gedeeld, waardoor je direct en indirect kan barbecuen. Een nieuw systeem waar je die plate setter in doet en je rooster is verzwaard. Allemaal hartstikke mooie kwaliteit, allemaal dingen waar ik echt heel erg blij van word. Het enige waar ik nog steeds niet mee kan leven is de nieuwe dop die erop zit. Die nieuwe dop is ook de oorzaak van het probleem. Er zit speling tussen de onderkant en de bovenkant, waardoor je barbecue valse lucht aanzuigt. Daardoor denk je dat je hem helemaal dichtgezet hebt, maar er kan nog steeds lucht langs je kolen. Daardoor blijft die coaches branden en blijft hij op 120, 130 graden rustig doorkachelen totdat alles opgebrand is. Hartstikke zonde natuurlijk. De nieuwe dop van de Ballstad bestaat uit twee gietijzeren delen. En tussen die twee delen zit nogal wat speling. Die speling zorgt er ook voor dat er gewoon lucht door je barbecue heen kan en dat je kolen niet uitgaan. Ballstad zelf geeft als oplossing om na gebruik iedere keer even in te spuiten met bakspray of in te wrijven met olie. Klinkt op zich hartstikke leuk, maar voordat ik 3 mm vet heb opgebouwd in mijn dop, ben ik al heel veel kilo's kolen kwijt. Dus ik vind dat niet echt handig. Een andere manier om hem snel uit te krijgen of sneller uit te krijgen is een stukje aluminiumfolie. Je houdt je bovenste dop eraf. Vouwt een stukje aluminiumfolie over de dop. En je plaatst de dop weer terug. Zo is je dop een stuk luchtdichter en zijn je kolen heel snel uit. Op zich even een labmiddel. Echt ideaal is het allemaal niet. Dat vet dat kan je proberen. Voorlopig is dit gewoon een snelle manier om hem even dicht te krijgen. Wat ik zelf doe, en wat ik bij mijn vorige Ballstad ook deed, ik bewaar mijn gietijzeren spullen graag binnen. Dan ligt het gewoon netjes droog en zo. Dus ik haal na gebruik alles eraf. Dat gaat nu wat lastiger, want er zit geen handgreepje aan bij dat nieuwe model. Dus dat is vrij warm, dus doe dat met goede warme handschoenen. En ik gebruik een keramische dop van een oude Big Green Egg. Die had ik toevallig nog staan, die past er netjes op en dan gaat je vuur ook heel erg snel uit. Ik ben nog op zoek naar een ander alternatief, misschien zo'n roestvrij stalen dekseltje. Mocht je nou een andere mooie oplossing hebben, dan hoor ik het graag. Laat dan even een reactie achter hieronder, dan kijk ik daar ook even naar. Was deze video behulpzaam? Like hem dan. Heb je vragen of heb je een andere oplossing? Dan hoor ik het graag in een reactie hieronder. Wil je meer van mijn filmpjes zien? Abonneer je dan zeker op mijn kanaal. Druk je op het belletje, dan krijg je ook nog een melding als ik weer een nieuw filmpje online zet. Dankjewel weer voor het kijken.